Wesley, jullie zitten nu sinds een half jaar in de bibliotheek. Wat zijn je ervaringen tot nu toe? Ja, het is leuk hier. Een stuk drukker. Of dat was wel prettig voor ons. Dus ja, het loopt mooi door nu. Dus ja, dat is wel een hele verandering. En voor bepaalde mensen is het ook wel leuk. Dus van een leuk prijsje. Dus, En hoe is de aanloop? Ja, van 's morgens als we open gaan tot we weer gaan sluiten. De hele dag eigenlijk. Dus ja, het is ook wel leuk. Een beetje al heel veel mensen zie je. Dus ja. Dus er is veel meer reuring gekomen? Ja, een heel stuk meer, ja. Dat is ook wel leuk voor ons. Dus een beetje onder de mensen zijn. Dus ja. Het heeft ook wel een andere uitstraling gekregen, hè? Ja, gewoon een stuk huiselijker vind ik ook. Ik vind het zelf ook wel prettig. En de mensen ook, je hoort ze ook heel vaak zeggen en zo. Dus dat is ook wel prettig als je dat weer terug hoort. Jullie organiseren ook meer activiteiten? Ja, met de BIEB samen. Verschillende activiteiten. Ja, en we zijn een extra avond open. Dus het is allemaal wel nieuw. Ja. Je werkt ook als begeleider. Hoe zijn jouw ervaringen? Ja, heel leuk. Cliënten doen heel veel zelfstandig. Dus je moet ze echt wel een beetje sturen. Maar het is gewoon heel leuk. En ze doen best wel veel zelfstandig. Dus dat is ook wel heel leuk. Om dat te zien en om hun dingen te leren. Zoals in de bediening en zo. Ja, dat is allemaal wel heel leuk om dat te doen. Dames, u zit hier gezellig aan de koffie en de thee. Wat zijn jullie ervaringen met de nieuwe uitstraling van Fijn? Ja, heel gezellig. Het is de eerste keer dat we hier nou weer zitten. Ik heb dit cadeau gekregen van mijn vriendin. En we zullen het zo zien. Het ziet er allemaal wel heel gezellig uit. Het is heel anders dan dat het was. Absoluut. En of dit werkt op deze manier, ja, dat moet nog blijken. Maar het is wel gezellig. Wel drukker, lijkt me zo. Wat vindt u van de entourage? Nou, het ziet er heel gezellig uit. Leuk, planten, gezellige hoekjes allemaal. Dus dat, wat dat betreft, kaarsjes op tafel, dat ziet er wel leuk uit. Anne, je werkt hier in de bediening. Hoe vind je het hier? Ik vind het hartstikke mooi en gezellig. Ja, ik vind het hartstikke mooi. En ja, mooie sfeer. Ze komt allemaal. Ja, goede bediening. Ja, echt top en geweldig. Nico, je werkt hier al 5 jaar. Wat zijn jouw ervaringen? Dat wij het hier drukker gekregen hebben. En dat is dat de zaken goed lopen. Dat is natuurlijk heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Het is ook wel heel gezellig ingericht, vind ik. Vind ik ook. Meer activiteit. Meer activiteiten in de BIEB en alles. Dat we hier veel meer werk gekregen hebben. Dus, meer weet ik. En je hebt het naar je zin? Ik heb het ontzettend naar mijn zin.